Kinteren krijgt ook een gele kaart. De vierde in de wedstrijd. Vrije trap, Kokmeijer. Goed verdedigd door Bruinburg. En daar is Zwollo. Koen Zwollo maakt zijn fout goed. Wat een chaos in de verdediging bij FC Zwolle. Toch leuk voor Koen Zwollo. Hij was schuldig aan de eerste goal van FC Zwolle. En hij kopt hier de 3-2 achter doelman Jelle ten Rouwelaar. En zo staat Go Ahead Eagles opnieuw voor in de wedstrijd. In de fase